Ik ben vandaag een beetje aan het hobbyen met seriële communicatie tussen de Commodore 64 en de PC en of de Arduino. Zoals alle moderne computers heeft namelijk ook de Commodore 64 een ingebouwde UART. UART dat staat voor Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. En dat maakt het dus mogelijk om te communiceren met de RS-232 standaard. De user port is beschikbaar aan de achterkant van de Commodore via deze connector hier. De signaalgroottes die wijken echter wel een beetje af. Want de user port levert namelijk signaal van 5 volt. Terwijl echt RS-232 gebruik maakt van 12 volt. Maar dat komt in mijn geval helemaal niet zo slecht uit. Ik wil namelijk gebruik maken van een Arduino. Om te bemiddelen tussen de Commodore en de PC. En de UART van de Arduino werkt ook met 5 volt. Dus dat past direct hierop. En verder ga ik natuurlijk met USB ga ik weer naar de PC. Dus ik kan het allemaal rechtstreeks op elkaar aansluiten. De Arduino gaat communiceren met de Commodore en met de PC. En die heeft dus 2 seriële verbindingen nodig. Om te communiceren met de PC maak ik gebruik van de ingebouwde UART. En om te communiceren met de Commodore maak ik gebruik van de Soft Serial Library. Die Soft Serial Library die maakt het mogelijk om te communiceren met nog een RS-232 bron. Dus dat is precies wat wij hier nodig hebben. Het aansluiten stelt helemaal niks voor. Het zijn slechts 3 verbindingen. Eentje voor ground, eentje voor send en eentje voor receive. De Arduino software stelt ook niet veel voor. Dit is eigenlijk gewoon het standaard voorbeeld dat geleverd wordt met de Soft Serial Library. De Soft Serial Example. Nou, het enige wat ik heb veranderd is eigenlijk de snelheid. 1200 baud. En het werkt zo. Alles wat binnenkomt via de Soft Serial wordt doorgestuurd naar de normale serial. En alles wat binnenkomt via de normale serial wordt verzonden naar de Soft Serial. En op deze manier is het al mogelijk om te communiceren met de ingebouwde serial monitor. En ook de software in de Commodore is eigenlijk bijna 1-op-1 overgenomen uit dit boek. De Commodore 64 Programmers Reference Guide. Even kijken. Het is dit voorbeeldprogramma. This program sends and receives true ASCII data. Alleen hier het open commando. Dat heb ik een beetje moeten aanpassen, want dit maakt gebruik van 300 baud en ik wil gebruik maken van 1200 baud. Nou, dat moet je even omrekenen via deze tabel hier ook. Kan je omrekenen welke waarde je daarin moet vullen. Hier is 300, de standaard. En ik maak dus gebruik van 1200. Want wij willen natuurlijk snelheid. En met deze opstelling hebben we dus alle ingrediënten om te kunnen communiceren. Dat kan je doen met een simpele terminal emulator of met PuTTY. Maar het leek mij leuker om er even een programmaatje voor te maken. En dat heb ik gedaan, dat is dit programmaatje geworden. Dat heb ik geschreven in Lazarus. Lazarus is een ontwikkelomgeving voor Windows en voor Linux en voor andere platforms. En dat is gebaseerd op de Free Pascal compiler. Helemaal gratis en het werkt hartstikke leuk. Zeker als je gewend bent om met Delphi te werken, heb je hier gelijk een vliegende start in. Nou, hier is mijn chatprogrammaatje. En dan kan ik dus op de PC intypen. Hallo, ben je daar? En dat komt binnen op de Commodore. Dan zeg ik op de Commodore. Ja, ik ben er. Hartstikke leuk. Alles goed. Ja, hier wel. Tot ziens. Dag hoor. Dus dat werkt hartstikke goed.
Nu was dat natuurlijk een beetje lichtelijk schizofrene en nutteloze oefening. Maar het toont wel de potentie. Als je namelijk eenmaal kan communiceren met de buitenwereld, zijn de mogelijkheden natuurlijk onbeperkt. Je hoeft niet per se te communiceren met een PC. Je kan ook communiceren met een Arduino om zo je Arduino-project aan te sturen. Daarvan heb ik nog even een voorbeeldje gemaakt. Nou, dat was het alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.